Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Radio SRS ondergaat transformatie en Nacho ready voor WK kwalificatieduels. Dankzij prudent financieel beleid is het mogelijk dat Radio SRS officieel invulling heeft gegeven aan haar rebranding. Het station heeft op 19 maart 2021 haar nieuwe stijl, waarmee zij de samenleving van dienst zal zijn, gelanceerd. Als onderdeel van de rebranding heeft ook het gebouw een opknapbeurt gekregen. Het pand is nu geschilderd in een frisgroene kleur, die eveneens in het logo terug te vinden is en staat voor groei. De SRS-leiding is ervan overtuigd dat de rebranding het station ten goede zal komen. Ik luister graag naar SRS. Dank u wel, voorzitter Dijksteel. En het doet me goed om te zien dat intussen is aangeschoven de SCVS-directeur. Welkom, heer Abisoina. Ik heb ook gezien een assembleelid, maar dan wel in de hoedanigheid van programmamaker bij de SRS. Welkom, ik zie u al kijken, maar dat mag. De SRS is onze baby, wil ik herhalen. Moet u nagaan, grote namen die hier begonnen zijn. Een Peter Waterberg, een Steven van Frederikslust, een Paula Binna. Nee, hieraan moest ik niet beginnen. De SRS is 55 jaar, we kunnen nog zoveel namen noemen. En wat doe je dan als jij in deze moderne tijd nog steeds wil bereiken, klanten en nog meer luisteraars wil gaan werven, dan moet je wel komen ja, met iets nieuws. En dan moet je komen met een nieuwe identiteit. Niet alleen maar om het komen, maar ook om aan te geven dat wij er zijn voor ieder. De SRS is commerciëler geworden dan ooit. Vroeger misschien in mindere mate. Maar u weet met z'n allen wat de opdracht is. Jongens, ga en draai het station commercieel. Betekent dat de kwaliteit van jouw uitzendingen natuurlijk moet verbeteren. En weet u dat van de vele luisteraars die we horen elke dag via de telefoon en via WhatsApp contact mee hebben, is het dat de meeste hier zouden willen zijn, maar we moeten er rekening mee houden dat er een COVID-19 pandemie is. Dus je houdt het zo klein mogelijk. Brotherhood Security, nogmaals, welkom. Dat is een belangrijke zakenpartner van ons. De heer Dijksteel heeft u die naam ook horen noemen. En zo zijn er nog anderen. Als u erbij wilde zijn en het is niet gelukt, u bent niet uitgenodigd, geen probleem, we herhalen. We zijn live te volgen via de kanalen van de communicatiedienst Suriname CDS en via onze eigen kanalen 96.3 FM. En onze nieuwe Facebookpagina en het YouTube-kanaal. Ik hoorde vanmorgen in de Koffiepraat, populair programma bij de SRS, is enkele maanden oud, zo je wil jong. En een spreker die zegt dat er wetten zijn die nageleefd moeten worden. Een wet is er om het gedrag van mensen te dirigeren in een bepaalde richting. En vandaar ook dat wij gevolg geven. Nogmaals terugkomend op dat van de COVID-19 pandemie. Zoveel die hier zouden willen zijn. Maar we zeggen, omdat u zo belangrijk bent voor ons en met u vele anderen, dat wij het zo doen. Maar natuurlijk ook wel te volgen zijn. We hebben vandaag een aantal zaken die we gaan doen. En wat doen we als we niet horen de stem van de directeur van de SRS? Mogen we uitnodigen de heer Ernie Enig. Ik luister graag naar SRS. Goedemorgen iedereen. Ben je ready voor SRS Nieuwe Stijl? Bent u ready? Ja? Nou, ik heet u alle nogmaals van harte welkom. Ik ben blij dat u hier bent met ons. Het is een historische dag. Het is een belangrijke dag voor Suriname. Zeker ook voor de SRS. Meneer Dijksteel heeft mij heel wat stof voor de voeten
gefeest, ik vat in mijn takking. En meneer Abena, dus wanneer je grote sprekers of goede sprekers hebt die je voorgaan, dan heb je weinig in de melk te brokkelen. Gelukkig heb ik een presentatie klaar en daar zijn de heren niet bezig mee geweest. Dus wat we gaan doen is om u een beetje te informeren over wat de achterliggende gedachte is achter deze rebranding, is om u de volgende presentatie voor te houden. We zijn live, dus u daar thuis, die er helaas niet bij kan zijn, kunt het ook volgen. En niet alleen vandaag, want de komende dagen, weken, maanden zult u ons full speed zonder rem, zoals men het vroeger zei, kunnen volgen. Nou, alles start vanuit een waarom en dus ook waarom deze rebranding. SRS 55 jaar en SRS is een station. Dat station is begonnen als een soort leerschool. Het was een kweekvijver, een heleboel grote namen uit de media hebben hier hun start gehad van hun carrière. En een groot deel daarvan is nog actief. De laatste jaren is het een beetje gaan wegebben, het is een beetje gaan doodbloeden, ook de overige stations in medialand. En wij hebben er eens over gesproken dat we misschien weer hiermee moeten beginnen. Een kweekvijver worden van jonge vlotte Surinamers die dus ontdekt worden hier en zo dus doorgaan. Want het mag natuurlijk niet ophouden. Nou, het waarom? We hebben een reputatiedeuk gehad. En het is misschien een zwaar woord. Maar we hebben de afgelopen minstens 10 jaar of iets langer meegemaakt. Waarbij we uiteindelijk na die periode iets hadden van hey, er moet wat gebeuren. We moeten weer een beetje breder gaan. En we moeten kijken wat wij kunnen doen om weer de station te zijn in medialandschap, in radiolandschap. En dat was dus een van de hoofdredenen. Ons logo en onze huisstijl, die waren... Of die zijn zwaar verouderd. We leven in een super, super hypermoderne tijd. En wil je natuurlijk je plek innemen in medialand, dan moet je natuurlijk het meest aantrekkelijke aanbieden, wat dus strookt met de tijd en wat we allemaal hebben. Dus dat is dus ook een van de redenen geweest. Ons logo, onze huisstijl. Uluka sanu tak no atori kon dof dof. Asan kon dof dof alafasi om poetsen. Ja, je gaat oppoetsen, dat toch ook kon dof bakken. Je moet met iets nieuws komen. Dus dat is ook een van de redenen. We hebben een nieuwe propositie om aan te sluiten bij veranderde behoeften in de markt. En daar heb ik het meer over onder andere social media. Je kunt tegenwoordig geen radiostation draaien en niet daaraan social media koppelen. Hebben wij weliswaar gedaan, 6 maanden nu al. We hadden geen social media als het ware. Onze Facebookpage, daar keek men nauwelijks naar. Instagram, Snapchat en alle andere sociale uitingen. Daar was SRS totaal niet bij te zien. En hier hebben wij dus ook weer een nieuwe start gemaakt, nieuwe website laten bouwen. De social media kanalen allemaal. Natuurlijk met de grote complimenten van Minvest. Ja, dat moet ik niet vergeten. Minvest moeten we managen. Want die hebben ons dus geguided er doorheen. Zijn we gekomen tot het besluit van hey, social media en een radiostation draaien, die gaan hand in hand. Dus ook nog eens zo'n reden om over te stappen en serieus te kijken naar deze behoeften en wat wij daaraan kunnen doen. En als nieuwe leiding natuurlijk een andere strategische koers inzetten. Wat we onder andere bedoelen hiermee is dat de SRS een traditioneel Surinaam station is. En dat willen wij niet veranderen. De core base is het Sarnasani, Nekfobe Gwinting. Maar als je dan komt en de raad zegt, jongens, gaat het station commercieel draaien, dan zal je toch wel een grotere of een ruimere blend moeten hebben van wat de samenleving biedt. Als we dus waren 100% Surinaams, dan we horen Sarnasani, kan de woordroppa mangwa 60-70%. Maar die overige 30% moet ook wel weer een weerspiegeling kunnen zijn van de rest van de samenleving. Qua wat je hoort en wat je natuurlijk aanbiedt. Want immers, als je adverteerders wil trekken, willen die mannen ook zo breed mogelijk hun waar presenteren aan de samenleving. Om zo het maximale uit te halen. Dus je moet breder gaan en onder andere daarom dus ook je strategie op aanpassen. Nou, de SRS wil de Surinaamse samenleving bereiken. Dus de Surinamer die bewust wil zijn van zijn omgeving en plek in de wereld. En dit door middel van ons nieuws, cultuur, muziek en sport. Ja, dan zie je 2 zaken staan. Ja, we zien staan cultuur, nieuws, muziek en sport. Cultuur, ja, dat zegt het al. We moeten natuurlijk die weerspiegeling van onze samenleving brengen naar de mensen toe. Dan hebben we natuurlijk dat je verschillende bevolkingsgroepen hebt. Gelukkig hebben we hier al wat goede programma's gehad. En laat me daarbij zeggen. We hebben dat niet gedaan. We zeggen wat goed is, moet blijven. En als u luistert naar de SRS, zult u tot de ontdekking komen dat de goede programma's er allemaal nog zijn. Hier en daar weer sturen bij. Maar we hebben niets eraf gehaald dat dus een bepaald doel heeft en natuurlijk ook heel goed is. Dus dat is wat betreft de cultuur. Nieuws, ja, we vitanga nieuwsdienst à la day.
We zijn nog niet waar we moeten zijn. We hebben nu reeds een nieuwslezer die we inwerken. Meneer Lloyd Groenewoud, waar is Lloyd? Lloyd is er, Orukou Inafak. En hij is dus ook terug, is meteen aan boord gekomen om te ondersteunen. En wij willen met meneer Lloyd samen, dus wat betreft nieuws, natuurlijk ook een goede job doen. We zijn begonnen daarom met ons actualiteitenprogramma De Koffiepraat in de ochtend. Er werd voorheen gewoon televisie-audio afgetapt van Mantintaki om het gat voor nu te vullen. Maar dan kom je met een jong team en we zeggen van, nou, ons er even aan dwing. Dus zijn we begonnen met ons eigen actualiteitenprogramma De Koffiepraat. Muziek, daar weet meneer Abinna alles over. En sport naar mijn baby. Sport naar mijn baby, schreef. Ik kwam hier aan en ik trof het als enige sportprogramma Sportmarathon op de zondag aan. De hele week geen sport op de radio, geen updates, geen uitslagen, not-notie. Dat kan je niet hebben, dat kan je niet maken. Dus zijn we meteen ook begonnen met reguliere sportuitzendingen op de radio. En dat begint ook lekker te lopen, we houden de mensen up-to-date. En dan moet ik terug, want ik zie omgeving en plek in de wereld. Een baby van me, meneer Abinna, Surinamers overal. We hadden Odi op dat tijdstip. Leuk, Odi. Maar wij wilden de mensen een beetje opvoeden. We zijn begonnen met Surinamers overal. Elke dag om 12:15, van maandag tot en met vrijdag. We bellen elke dag weer een andere Surinamer, waar ook ter wereld. En we scoren dus maar inderdaad. Uno schreef, hier wat los aan die zonen, we hier nooit. Je praat met een oorlogsveteraan, een Surinamer die in Afghanistan gevochten heeft. En zijn verhaal deelt met de mensen op de radio. Een volgende keer bellen we een Surinamer in Australië. Dan verhuizen we naar Roemenië, ook daar een Surinamer. Vervolgens bel je naar Noorwegen, ook een Surinamer daar succesvol. En daarmee willen we de mensen dus wel leren van, hey, Surinamers zijn er inderdaad overal. En waar ze ook zijn, met de juiste mindset, kunnen zij of kunnen wij als Surinamers successen boeken en succesvol zijn. Dus daar gaan we ook mee door, want het programma is duidelijk ingeslagen. In het tweede deel mogen de luisteraars bellen. En die persoon die Odi geven of zeg maar die big up geven, die thumbs up geven. En daar gaan we ook mee door. Elke dag om 11:15 middags. Nou, de SRS is dus bezig. We zijn een station die dus radioprogramma's, we willen zelf produceren. De goede, want er zijn een aantal goede. Zaterdag vooral, we hebben een Tranga programma met cultuur en alle andere zaken bezighouden. Die hebben we dus gewoon lekker behouden. We vertegenwoordigen onze partners, klanten. Ik ga te ver. Je keert mee. Ja, ik ben er. En om te praten over een partner. Meneer Abinna en meneer Dijksel hebben gepraat over Brotherhood Security. Ik moet die weer managen. Want met mevrouw Sandra Esseboom en meneer Seder hebben we ook een heel goede samenwerking. Twee bedrijven betekenen wat voor elkaar. En we hebben dus Zendtijd beschikbaar gesteld. En wij kregen onder andere security, veiligheid en nog wat meer van Brotherhood. Brotherhood is nu intussen begonnen met hun eigen programma. En dat programma is dus elke maandag, dinsdag, waarbij we dus veiligheid in de ruimste zin des woords behandelen. Elk aspect van veiligheid komt langs, want in deze tijd merk je dat daar ook een behoefte naar is. Mensen willen weten, wat doet een mevrouw als ze bijvoorbeeld in een bepaalde situatie belandt? Is er een bepaalde manier waarop u zeg maar uw deuren dient te bevestigen in huis? Moet die van naar binnen uit open of naar buiten? Dus alle soort standaarden komen ook aan de orde in het programma. Die we dus sinds 3 weken ongeveer doen met Brotherhood Security. En daar gaan we dus ook lekker mee door. Volgende slide. Zo ziet hij eruit. Het logo. De kleuren. 96.3 FM Radio SRS Suriname. De Power Station. U rijdt langs, u ziet de felle kleuren. Als dan alle kleuren, felle kleuren. Want toen is het dat ik dit boos naar zomaar, dit boos ik want de kleur. Potapa gebouw. Nee, de kleuren hebben allemaal een betekenis. De groene kleur, de kleur van groei. Wij willen groeien. We zijn hier voor 5 jaren. Uno konja voet ons tong. Maar hoe liep SRS, we willen SRS beter achterlaten dan we SRS zijn komen aantreffen. Dus zeggen we moeten dan groeien. De blauwe kleur in onze nieuwe branding is de kleur van loyaliteit, vertrouwen, kundigheid en vrede. Hebben we ook nodig als we partners zijn van elkaar, als we samenwerken, dat we dus loyaal moeten zijn naar elkaar toe. Daar komt bij kijken vertrouwen en natuurlijk the right man on the right place. We zijn hier komen aantreffen 100 mensen. We zaten met onze handen in ons haar, we moesten filteren, we moesten een shifting maken. En dan moet je wel de mensen met media-affiniteit uiteindelijk eruit lichten. En daarvan dus een geheel maken. En tot nog toe is dat ons ook aardig gelukt. Wit is de kleur van eenvoud, eerlijkheid en reinheid. Ja, eenvoud ziet de mens, is me geleerd. Eerlijkheid, dat neigt een beetje soms naar gierigheid. Maar de Dijksdeel vindt me een gierige directeur. Maar SRS money, anomie money. En als ik mijn doelen wil bereiken, dan zal ik zo eerlijk mogelijk
moeten zijn. Ik heb de opvang van huis uit. Mijn first lady zit hier, mijn moeder. Ze is bescheiden, ze wilde niet helemaal voor me zitten. Maar mijn moeder weet er alles van. Ik kies voor een vong. Sibitiki soms. Maar kijk waar het me gebracht heeft. Dat was even een icebreaker. Nou, wit dus eenvoud, eerlijkheid en reinheid. En dan de Power Station, dat staat voor de voortdurende inspanning van de SRS om Surinamers te ondersteunen. Dus te empoweren in het actief participeren op het wereldpodium. En daar heb je weer het raakvlak met onze diaspora en het programma. U mag hem echt volgen en u mag ons de kritische feedback geven. Kent u Surinamers, familie, vrienden, waar dan ook ter wereld, laat ons weten. Want de bedoeling van dit programma is echt weer die saamhorigheid tussen Surinamers en waardering naar elkaar toe. We hebben bijvoorbeeld een heer gesproken, nou, Orus Koromatifmi, Dino Demidov. Hij zit in Mexico, is docent daar op een school, doseert Engelsles op een Mexicaanse school. Dat is allemaal dingen die mogelijk zijn. En de jongeren die hier zijn en luisteren, moeten dan wel weten van hey, mijn droom om ooit in Mexico docent te worden of om in Amerika mijn eigen bedrijf te runnen, is mogelijk als ik het harde werk in stop. En wij als SRS willen daarmee onder andere, want we gaan natuurlijk nog veel meer dingen doen, een bijdrage leveren. Nou, onze website die was ook toe aan refreshment. En zo ziet dus onze nieuwe website eruit. We zijn nu live ondertussen. Dus u kunt gerust inloggen en dan kunt u zelf ook genieten of meegenieten van wat er is. En natuurlijk moeten we content plaatsen. Er is voldoende ruimte voor adverteerders. Brotherhood is hier. Er is ruimte op die website voor advertenties. Dus maakt u daar gretig gebruik van. En dit is dan de Facebook link. Want we hebben nu ook een nieuwe frisse Facebook pagina. En we hebben een fris team. We zien Carlos Pinas daar, een van de oude rotten in het vak. Meneer Abbeda. We hebben een jong team, zoals u merkt. De jonge mensen, dynamisch, frisse ideeën. En samen gaan wij het de komende tijd doen. Ashwin is er, Lloyd is er, Basha Rankin, die we kennen van de zaterdag. We hebben Cyrano, de Morning Man, binnengehaald. Omdat we ook de doelgroep 15, 35 jaar, 40 jaar wilden aantrekken. En Amat Naoruko, Manfa Sani. Dan moet je hem wel binnenhalen als hij vrij rondloopt. Dodgy, de Dodge Boy, is ook erbij. En dit is een deel van ons team. Next slide. Nou, ben je ready voor SRS Nieuwe Stijl? Want Uno, Delidja en Unego no apresi. Ik luister graag naar SRS. Ik luister graag naar SRS. Applausje. Radio SRS Suriname. 96.3 FM. We are the power station. Professioneel en informatief. De nationale voetbalselectie is druk bezig met de voorbereidingen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. In het Franklin Asset Stadion kreeg de pers op donderdag 18 maart de ruimte de spelers en de trainingen van nabij mee te maken. De nationale selectie zal ook vanaf nu uit meer diaspora-spelers bestaan. Helaas zal vanwege de COVID-19-pandemie het publiek de wedstrijd niet kunnen bijwonen. Toch mag het publiek dit alles via tv en radio volgen. Trainer Goré, we hebben wat trainingssessies gezien met de nationale selectie. Hoe komt dat allemaal over na een, ook nog een lange periode van geen activiteit? Zoals je kon zien was het vrij scherp. Je ziet dat die jongens gretig zijn. De kwaliteit vond ik ook zeer sterk vandaag. Je zag ook dat Kelvin Leerdam toch wel een verschil maakte. De rust die hij uitstraalde. Gisteren is hij binnengekomen na een lange vlucht. Hij is lekker in het team gekomen. Zoals ik al zei, het team is gretig, het team wil graag. En de energie die ze uitstralen, de intensiteit is goed. Dus ik kan meer dan tevreden zijn. Heeft u al een basis elftal in gedachten? Nou, ik was met mijn assistent vandaag. En ik denk dat ik één klakblok helemaal vol heb geschreven. Ik heb bijna 80 verschillende
teams opgeschreven, scenario's opgeschreven, wissels opgeschreven. Maar op één basisteam ben ik nog niet gekomen. Voor mij is het een geweldig gevoel. Kijk, op dit moment weet ik nog niet hoe ik ga reageren. Pas als de scheids fluit en als ik op het veld sta. Als het volkslied gespeeld gaat worden, dan denk ik dat er bij iedereen emoties zullen loskomen. Omdat we hier heel lang op gewacht hebben. Ik ben ook hier opgegroeid. Dus het is voor mij gewoon een prachtig moment. Iedereen wil hier zo snel mogelijk naartoe. Sommige jongens die kunnen eigenlijk al niet meer wachten. Het liefst zijn ze, als ze gisteren hier konden zijn, dan waren ze hier allemaal geweest. Dus het leeft enorm. Ja, we willen het publiek vermaken. En dat gaan we doen, maar de winst telt, dat is alles wat telt op dit moment. Ik zou alle Surinamers willen oproepen om woensdag 24 maart gezamenlijk het Surinaams Nationaal Elftal aan te komen vuren, als het kon natuurlijk. Maar dat ze achter ons staan, achter het beeldbuis. Tot zover deze editie van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.